Dag, welkom. Fijn dat u kijkt naar Spakenburg Nu, met vandaag deze onderwerpen. Opening expositie, olifantenbaby, Diego en Tamara, aanwinst museum. Diego en Tamara Cáceres zijn sinds 2016 in Zuid-Amerika. Diego is geboren in Argentinië en Tamara komt uit Bunschoten. Paraguay, waar ze nu zijn, is een land met veel gebroken gezinnen en corruptie. Diego en Tamara willen het vaderhart van God daar laten zien. Tamara en Diego hebben twee meisjes, Abigail en Jemima. En de papa en mama van die meisjes zijn hier in de studio. Diego en Tamara, fijn dat jullie er zijn. Hè? Eventjes tussendoor, hoe lang zijn jullie in Nederland? Wij zijn hier in totaal 7 weken geweest. Of tenminste, we zijn er dan nog tot een maandag. Maar dan zijn we er in totaal 7 weken geweest. Dus feestdagen, alles meegemaakt? Ja. How was it to be here at Christmas? Oh, beautiful. Very special. Very special with the family. Christmas, the holiday. You have like 2 days, 3 days of Christmas or something? Yes. 2 days. 2 days. Yeah. And we only have one evening. Okay. Yes. And it's so special. Zij vieren inderdaad alleen kerstavond. En wij hebben natuurlijk kerstavond, eerste kerstdag, tweede kerstdag. Dus dat was heel speciaal. Yeah, really dat we hier special. Met de familie konden zijn. Tamara, misschien is het goed voor de kijkers om even in vogelvlucht te vertellen hoe jullie in Paraguay terecht zijn gekomen. Ja, ik ben vanuit Nederland met OM, Operatie Mobilisatie, naar Zuid-Afrika gegaan. Hij is dat gaan doen vanuit Paraguay. En toen hebben we elkaar daar leren kennen in een missie-discipelschapstraining van 6 maanden. Toen zijn we hier in Nederland, een jaar later alweer hoor, daar is ook wat tijd overheen gegaan, getrouwd. En toen zijn we nog in Zuid-Afrika geweest om daar te werken met OM. Daarna zijn we naar Nederland gekomen en wilden we de volgende stap kijken wat God met ons leven wilde. En toen zijn we met zending en gemeente zijn we naar Paraguay gegaan en daar zijn we nu al 4 jaar. Ja, en wat is Paraguay voor een land? Het is een land met veel armoede, veel gebroken gezinnen, maar ook, er zijn ook welvarende mensen, maar het verschil tussen arm en rijk is heel groot. Dus het ligt er heel erg aan per wijk hoe het daar is. En wij zijn bij een kerk aangesloten die in een wijk staat waar veel armoede is. En het staat ook bekend als de rode zone, dus echt een beetje best wel een gevaarlijke wijk. Veel criminaliteit, drugsgebruik, alcoholgebruik, veel armoede. Veel mannen die ook onder het minimumloon worden betaald. Dat gebeurt daar ook heel veel. Er is heel veel corruptie. Veel gebroken gezinnen. Heel veel grote gezinnen ook waar vaders afwezig zijn. Of waar veel kinderen zijn van verschillende vaders in één gezin. Dus dat is wel moeilijk. Ja. Ja, ik ga even wat aan Diego vragen. In het Engels, maar jij vertaalt even. Ja. How is it to live there and to see everything is so difficult? So difficult. It's a challenge, but also with the challenge can bring opportunities. Het is wel echt een uitdaging om daar te zijn en om te weten hoe hier alles gaat en hoe daar alles gaat. Maar met elke uitdaging, daar komt ook een with every challenge there. Are opportunities. Er zijn ook mogelijkheden. And 60% of the population is below 25 years. 60% van de populatie is onder de 25 jaar. It's a young country. Het is een heel jong land. With a lot of opportunities in many places. And you think in opportunities. Yes, I don't see problems, I see opportunities. Ja, ik zie geen problemen, ik zie mogelijkheden. Dat is een goede levenshouding. Ja. Yes. Welke projecten zijn jullie gaan doen? Wij zijn begonnen met veel spreken in kerken, bij jeugdgroepen. Diego die spreekt veel op radio en tv. Hij heeft daar al jaren voordat wij elkaar kenden, voordat wij elkaar in Zuid-Afrika hebben leren kennen, heeft hij een netwerk opgebouwd omdat hij al heel veel sprak.
in Paraguay. En ja, vanuit daar hebben we de nood gezien van de kerken waar we heel veel komen. Ze hebben veel lunchkantines waar kinderen dan van maandag tot en met vrijdag komen eten. Maar het voedsel is heel basis. Dus het is, ja, er zijn niet veel voedingsstoffen. Het is veel rijst, pasta, vlees in olie, gefrituurd met wat tomaat, ui en knoflook. Dus ja, we zagen dat daar echt veel aan verbeterd kan worden. Het is natuurlijk super mooi dat die lunchkantines dat eten geven. En ja, dat ze zoveel kinderen en ook vrouwen, veel alleenstaande vrouwen ook ontvangen. En ja, wij proberen daar echt op in te spelen en in te springen. En we zijn ook met de kinderen zijn we dus een project op gaan zetten waar we per week een kist bananen geven nu. En, om ze wat meer vitamine te geven. Ja, meer vitamine en mineralen te kunnen geven. 'S ochtends beginnen ze met witbrood en dan thee met veel suiker. Dus ja, we proberen daar ook echt qua onderwijs op in te spelen. Dat we ja, ze eigenlijk leren hoe belangrijk het is met wat je eet. Dat je ook op die manier kan presteren op een dag. En op school met focus, concentratie en ook natuurlijk de hele ontwikkeling van hun hersenen. En ja, dus ze eten de salade ook echt. Dat vond ik nog best wel spannend. Ik dacht, ja, nou gaan we sla geven. Maar ja... Welk klein kind wil sla eten, dus, maar dat ze eten allemaal, eten ze hun bakje dus ze elke willen dag graag, ja. Ja, ze willen het echt graag. Dus, en ze zijn zo blij met de bananen. We begonnen met 2 keer per week geven. En ze keken echt uit naar dat moment dat ze die bananen dan kregen. Dus het was ja, het was echt voor jullie mooi. Ook leuk. Ja, heel leuk. Wat hebben jullie voor de vrouwen kunnen doen? Voor de vrouwen, we zagen dus dat de mannen die werken heel hard. Die werken 6 dagen per week, van 's ochtends heel vroeg tot 's avonds laat. Dus de vrouwen die staan er heel veel alleen voor en die komen dan ook vaak naar de lunchkantines omdat hun man zo hard werkt voor zo weinig geld. Dus eigenlijk is het zelfs te weinig om het hele gezin van te kunnen onderhouden. En wij wilden dus voor de vrouwen ook mogelijkheden geven om een professie te kunnen leren. En we zijn een beauty school op gaan zetten. Dus vrouwen die kunnen dan komen om bijvoorbeeld gel lak te leren zetten. En dat heb jij ze allemaal geleerd? Ja. Wat ja. Mooi. Dus ja, ik ben kapster. En ik heb ook als nagelstyliste heb ik mijn opleiding gehad. Dus ik ben daarmee begonnen. En we willen dat ook steeds meer uitbreiden. En andere opleidingen, zeg maar, cursussen geven. En ja, dat is gewoon heel erg bijzonder. Want de vrouwen die leren daar dus heel veel. Want we leren ze ook over wie ze echt zijn. Hun identiteit in Jezus. Dus we beginnen met aanbidding en een stukje woord van God. We hebben counselinggesprekken. En ja, dus we helpen ze echt vanaf de plek waar ze op dat moment staan verder. Willen ze en, dat ook wel? Ja, in het begin zijn veel wel gesloten. En ze komen best wel... aan van, ja, en wat willen jullie van mij? Wat moet ik hiervoor doen, zeg maar? Hoe moet ik dit verdienen? En dan naarmate ze echt merken dat wij er zijn om ze te helpen, te ondersteunen, dat we echt een schouder zijn om uit te huilen en ja, dat we eigenlijk al het goeds voor hen voor hebben, dan gaan ze steeds, hun hart wordt steeds zachter, ze gaan zich steeds meer openstellen, ze willen steeds meer delen ook over zichzelf en over hun problemen en vanuit daar kunnen we dan ook verder werken met ze. Dus dat is wel heel bijzonder. Ja. Wat mooi. The project isn't ready yet. No, actually, is we are extending our program, nutritional program. Ja, we zijn het programma van de gezonde voeding zijn we ook steeds meer aan het uitbreiden. Last year we gave 950 kilos of bananas. Afgelopen jaar, ja, dat heeft hij even heel leuk uitgerekend, hebben we 950 kilo bananen uitgedeeld. This year we want to increase 300%. Maar we willen dit jaar met 300% groeien, uitbreiden. This means is like 4000 kilos de banana. Fruit. Eigenlijk gewoon fruit in zijn algemeenheid. We willen meer fruit geven. In the nutritional program we want to give 200 people, 200 children. We willen deze 100 kinderen die dan naar de lunchkantines komen, willen we fruit every day. Elke dag salad, groenten, fruit, juice. Ja, salades en natuurlijke sappen geven. Because we understand that the nutritional part is so important for the development of the children. Ja, de gezonde voeding is zo belangrijk voor de ontwikkeling van deze kinderen. But there is more. Yeah, there is more because we want to also start like one
technologic project. Ja, we willen ook een technolab opzetten. Ja, we want to have like 15, at least 15 tablets. Met 15 tablets. To give a digital education to these children. Zodat we ook digitaal onderwijs kunnen geven aan deze kinderen. Because there are so many apps, math apps or science er that zijn, can. Ja, er zijn zoveel applicaties waarmee ze echt goed kunnen leren. De basisscholen daar, de nationale basisscholen, die zijn wel basis. Dus het is echt. Ze zijn daar heel weinig uren en ze hebben heel veel vrije tijd. En er is dus ook heel veel tijd voor hun om meer te leren. En wij zouden dan graag extra eigenlijk huiswerkbegeleiding, naschoolse opvang ontwikkelen. And the third project is we want to start a sport club. En we willen dan een sportclub opzetten. Because obesity, because they are not eating well, is there. Het overgewicht is daar echt een heel groot probleem. Dus ook al vanaf eten, jongs af aan. Ja, zo verkeerd eten betekent toch overwicht. Ja. Overgewicht. And we want to run, we want to jump, like at Olympic Games. We willen Olympische Spelen willen we organiseren. Verspringen, estafetten, allerlei Olympische Spelen. For this, these three projects are focused to impact the next generation. En zo willen we dan de volgende generatie echt bereiken. And the small of us, the small effort of us. De kleine stappen die wij kunnen zetten. Can really bless so many people. Kunnen echt een zegen zijn voor zoveel mensen. That's what you want to tell to people. Yes, because I was also a child like then. Ik was ook een kind zoals zij. Eating in this place because my father and my mother cannot give me enough food. Mijn vader en moeder konden mij ook niet genoeg te eten geven, dus ik ben eigenlijk op dit soort plekken ook opgegroeid. And because good people, I could reach the school, finish the school and go to university. En door zoveel goede mensen kon ik echt naar school gaan. Ik kon ook naar de universiteit gaan. Er zijn ook zendelingen geweest die heel erg in zijn leven hebben geïnvesteerd. Zodat hij kon studeren. Ja, dus hoe belangrijk is het? Ja, we gaan een beetje afsluiten, want anders wordt het. Ja, we kunnen hier uren over praten. Ja. Jullie zijn zo enthousiast. Yes. Jullie hebben nog een oproep voor de mensen. Ja, what is your call to the people? Yeah, our call is to transform their life completely in every area. We willen graag hun leven echt transformeren in op elke vlak. We are missionaries that we are. We believe that Jesus Christ can really change the life of people. Wij zijn zendelingen en wij geloven dat Jezus echt hun levens een impact kan hebben op hun leven. But also with the spiritual food, we want to give knowledge. En wij willen dus graag kennis geven, ook op een geestelijk vlak. Education. In het onderwijs. And also food. En met een gezonde voeding. And make this integral program. En we willen dus echt een integraal programma opzetten. Want jullie hebben daar iets voor nodig. And we need something for that. Yeah, we need something. If you have an old tablet that you don't, that you are not using. En misschien heeft u wel een tablet thuis liggen die u niet meer gebruikt. Or maybe you want to raise money in your family. To buy one tablet, you can make a difference in Paraguay. Of misschien wil je wel als gezin of als familie één tablet bij elkaar sparen. Kinderen in Paraguay. We need only 15 to start. We hebben er 15 nodig om dit Techno Lab op te gaan zetten. And thank you to you because you want to donate one. We have 4. En heel erg bedankt Emmy, want je gaf net aan dat je er ook wel eentje hebt. Dus nu hebben we er al 4. And for this, if you have a tablet maybe in your house or you want to buy one to give to these children, it's an opportunity to do something for the world. Ja, dus misschien heeft u er wel eentje en het is echt een mogelijkheid dat u ook iets kan doen. Ik zal het even tegen de mensen vertellen. Als u een tablet heeft, of hoe groot of klein maakt niet uit. Belt u ons even 298-7171 of e-mail naar rtv@omroepspakenburg.nl. Dat zou heel mooi zijn, want daar helpen ze de kinderen mee. Ja. Ik wens jullie heel veel zegen op jullie prachtige werk. Heel erg bedankt. En ik vond het geweldig dat jullie hier waren. Ja, heel erg bedankt. Dankjewel. Vorige week bezochten wij kunstenares Kim van Doren in haar studio op de Wijkamp. Maandag werd in het gemeentehuis
de expositie, haar expositie, geopend. En Henny was erbij. Allereerst heel hartelijk dank aan Kim. Leuk dat ik vanavond iets mag vertellen bij de opening van je expositie Life in Tiles. Ik ben Adriaantje de Jong, voor de mensen die mij niet kennen. En ik werk als conservator in Museum Spakenburg. In Museum Spakenburg zijn ook hele mooie tegeltableaus. En we hebben een aantal hele mooie schouwen. Bijvoorbeeld, die zijn uit de 19e en begin 20e eeuw. Ze waren heel erg populair in het dorp. En zo hebben wij bijvoorbeeld een boerenkeuken met een prachtige tegelschouw met in het midden een groot bloemstilleven en aan beide kanten een boer met een koe en een boerin met een paard of andersom, dat weet ik niet precies. Ja. Maar we hebben ook meer nautische afbeeldingen van schepen die in de visserswoningen gebruikelijk waren. En ja, die tegelschouwen die hebben dus een hele sterke binding met het dagelijks leven en werken van de bewoners. En dat vind ik eigenlijk heel mooi, dat je aan die tegels dus kunt zien van wat voor beroep die mensen uitoefenden. Maar nu terug naar Kim. Want hoe heeft zij zich ontwikkeld in de tegelkunst? Kim die startte haar schilderlessen bij Maybrit, waar ze leerde waarnemen en zich de techniek van het realistisch schilderen eigen maakte. En na enige jaren wilde ze iets nieuws. En toen ging ze werken met keramiek. Ze ontdekte het wonderlijke proces van het werken met pigmenten, glazuren en verschillende technieken. En vooral de uitdaging dat het een spannend proces is, wat technisch lastig is. En dat het ook soms anders wordt dan dat je je van tevoren voorstelt. Op een gegeven moment kwam ze tot ontdekking dat ze toch wel het werken met de kwast, hè, het schilderen, miste. Ze heeft echt liefde daarvoor, want tijdens dat schilderen ontstaat als het ware vanzelf een afbeelding. En het werken op tegels bleek de ultieme combinatie van beide werelden. Zowel ambachtelijk, hè, het werken met de glazuren, als ook het creatief bezig zijn met de penseel. En die uitdaging op die tegeltjes, die gaat ze nog steeds aan. Ik vind het heel mooi dat jij deze expositie de titel Life in Tiles hebt meegegeven. Want ik denk dat dat een heel persoonlijk inkijkje in jouw leven geeft. Zowel qua onderwerpen als ook qua tijdsinvestering. Want afgelopen woensdag liepen wij door de expositie en toen vertelde je, net wat Peter ook al zei, dat je nog maar nog maar 4 jaar eigenlijk met die tegelkunst bezig bent. En ik vind dat toch wel ongelooflijk als je dan ziet van wat jij in die 4 jaar tijd allemaal al hebt gemaakt. En in die expositie zie je ook een aantal thema's die Kim graag verbeeldt. En die vertellen denk ik iets over Kim persoonlijk. Ik wil beginnen met de vissen. Een Spakenburgs thema natuurlijk, als voormalig vissersdorp. En Kim vertelde dat ze vissen graag afbeeldt. En dat het ook nog eens een keer haar sterrenbeeld is. Dus dat is ook nog wel grappig. De onderwaterwereld laat zich denk ik ook heel mooi combineren met het materiaal. Want vissen glimmen, ze zijn koud en nat. En eigenlijk past dat wonderwel mooi bij hè, tegeltjes. En nu is het ook nog zo dat haar atelier in een oude visschuur is gevestigd. Nou, dat maakt het plaatje natuurlijk helemaal compleet. De rode draad in haar werk is de strijd tussen perfectie en loslaten. En enkele van haar vissentableaus wordt duidelijk dat imperfectie, met andere woorden dat het niet zo wordt zoals ze bedoeld had, ook hele mooie dingen op kan leveren. Verrassende nieuwe kunstwerken komen hierdoor aan het licht. En dat zie je straks ook in de expositie aan een titel als Decomposed Herring. Dan de Daarpse tegels. Ik zal het wel helemaal niet goed uitspreken, want dat blijft lastig. Maar Kim is hier opgegroeid in Spakenburg. En ze houdt van de cultuur van het dorp. En dat zie je terug in dit thema. Klededracht is een terugkerend onderwerp. En zo maakte ze heel wat tableaus van ondermutsen, waarbij ze was gebruikt.
En die was, die smelt dan in de oven en dat blijft wit achter. En de achtergrond is van glazuur. Recent maakt ze ook een hele mooie verwerking van een krablap. Waarvan het museum de foto aanleverde. En die vind ik zelf echt heel erg mooi geworden. Leuk vind ik ook de vintage tegeltjes die je verwerkt. Tegeltjes uit de jaren 60 en 70, zoals we die allemaal wel kennen uit de badkamer of keuken van oma. En die jij beschildert met Spakenburgse taferelen. Ik vind het ook een leuke verwijzing naar de klederdracht, waarbij de vrouwen altijd eeuwig bezig zijn met lapjes, oude lapjes die ze weer gebruiken. En eigenlijk is het hergebruik van die tegeltjes daar ook een mooie verwijzing naar. Portretten laten weer een heel ander stukje van je zien. Er hangen er heel wat in de expositie. Soms gaat het om traditionele portretten. En je vertelde dat je altijd gefascineerd bent door ogen. Dat iets is wat je heel mooi vindt om vast te leggen. Maar heel interessant vind ik ook de portretten waarbij je speelt met de mogelijkheden van het materiaal. Als je iets aanbrengt op tegeltjes, bestaat dat natuurlijk uit meerdere tegeltjes. En zij heeft bijvoorbeeld een werk gemaakt. Dat heet We Are All The Same. En dat bestaat uit 8 tegeltableaus van verschillende portretten, van 8 portretten. En daarbij heeft ze de tegeltjes onderling verwisseld. Er ontstaat een heel surrealistisch beeld, waarbij je ogen heel erg naar overeenkomsten zoeken van welk tegeltje hoort bij welk gezicht en hoe kan ik dat tot een eenheid maken. Dus het is wat onrustig, maar aan de andere kant is er ook een soort rust door het gebruik van maar 1 kleurpigment, Delsblauw. En ook ja, eenheid in verscheidenheid. Ik denk een hele mooie metafoor. We zijn allemaal anders, maar ook weer niet. En tevens geven denk ik die portretten ook weer dat jij een mensenmens bent. Je houdt ervan om bijvoorbeeld ook les te geven in de tegelkunst. En dat doe je niet alleen in Spakenburg, maar ook elders bij Kleispot in Haarlem. Nou, ik vind echt als je 4 jaar bezig bent, dat toch wel heel bijzonder. Ik vroeg je woensdag wat je hier leuk aan vindt. En je vertelde dat je geniet van de creativiteit van de mensen. En dat het altijd heel divers is wat mensen maken. En dat je ook het leuk vindt dat mensen dan vaak verwonderd zijn over hun eigen kunnen. En dat heb ik ook gezien bij de kinderworkshop die je in het museum hebt gegeven. Jij blijft ondertussen continu op zoek naar een nieuwe uitdaging en je wilt je grenzen verleggen. En ik hoop dat je dat pad wil blijven gaan. Ik ben daar in ieder geval verwonderd over. En ik hoop dat de bezoekers vanavond en ook mensen die later naar de expositie komen kijken, dat ook zullen zijn. Dan wil ik nu heel rustig je trotse zoons vragen om de expositie te openen. Nou, mogen jullie er nu naartoe lopen? En helaas kan het lintje niet geknipt worden, maar de heren gaan het wel aan beide zijden, gaan ze het rode koord losmaken. Hey, gang. En dan is hiermee de expositie open. Kim, zojuist is jouw solo-expositie Live in Tarles geopend hier in het gemeentehuis. Iedereen loopt heerlijk rond te kijken en er hangen echt prachtige werken. Wat betekent dit moment voor je? Ja, ik voel nu vooral heel veel trots. Ik heb echt heel hard gewerkt, ook al, ja, je leeft naar zo'n expositie toe. En je weet dat je wat tegels hebt, werken hebt gemaakt. En dan zoek je de samenhang er eigenlijk in. En daar heb ik best wel lang over gedaan om dat te vinden. En eigenlijk lag het heel erg voor de hand. Het beheerst ook best wel mijn leven eigenlijk, letterlijk. En ik ben altijd wel bezig met het leven verwerken in die tegels. En dat in één keer was dus het thema geboren. En dan kan je daar de expositie zo op inrichten. En met dit als eindresultaat. Want Adriaantje gaf al aan, jij bent 4 jaar geleden ben je begonnen. En je hebt je heel erg ontwikkeld. Ik vind dat je hele mooie dingen maakt. Maar hoe lang ben je hier nou mee bezig? Ik bedoel, hoe begint nou zo'n voorbereiding? Je weet dat je die datum een expositie, dan is er ruimte in het gemeentehuis. En hoe begin je dan? Ja, ik ben gewoon begonnen door gewoon eens kleine fotootjes van mijn werken uit te printen.
is neer te leggen en daar gewoon eens even tussen te gaan grasduinen. Ik heb ook een aantal werken speciaal voor de expositie teruggehaald. Omdat ik die gewoon heel erg mooi vond passen binnen het thema. Maar ja, dan moeten de eigenaren dat natuurlijk ook daar afstand eventjes van willen doen. Dus ja, zo probeer je er toch een hele mooie verhaallijn in te brengen. En ja, dat doe ik door echt letterlijk even te kijken, ze in mijn hoofd even hier door die zaal heen te halen van wat past mooi bij elkaar. En toch hele beetje kleine verhaaltjes op zichzelf te maken, zoals waar we nu staan ook. Ja, zoek ik dan toch eigenlijk ook een beetje het verhaal tussen het een en het andere werk. Het zijn dezelfde technieken, zijn hier gebruikt. Maar ja, hiermee krijg je dan toch een, ja, hopelijk een werk waar je gewoon wat langer bij stil gaat staan. Maar sta je hier nou mee op, hè? En ga je hiermee naar bed? Het lijkt me dat het heel hard werk is. Hoe dichter je bij de tentoonstelling komt, ja, dat het helemaal bezit van je neemt. Ja, en dat te meer omdat ik een aantal werken speciaal nu nieuw wilde maken. September natuurlijk kunstroute geweest en ik wou wel graag wat nieuws laten zien. En in het proces zoek je toch ook de randen op van wat mogelijk is qua techniek. En zijn er een aantal werken echt hopeloze. Ja, in eerste instantie dacht ik dat ze heel erg mislukt waren. Dus ik heb er echt even ook een traan om moeten laten van, oh ja, weet je, dat moest een klapstuk worden. En daar, het zijn de haringen die je her en der ziet. Ja, die waren allemaal helemaal verlopen. Dat was niet wat ik in beeld had. Dus nou, daar heb je wel heel veel stress van. Maar op het moment dat je dat even laat bezinken en er nog eens even naar kijkt, denk je, oh, maar er is er eigenlijk wel iets heel spannends gebeurd. Ja, we krijgen een klein cadeautje zelfs gekregen. Dus dan, nou, dan weet je dat om te buigen. En dan ben je weer een stapje verder naar een hele tentoonstelling. Het geeft ook aan dat het zo'n creatief proces, dat dat ook met vallen en opstaan gaat. Hè? Dat je soms ook wel eens inderdaad helemaal vast zit. En dat, maar ja, goed, het eindresultaat mag er zijn. Ik wil nog even ingaan op dit tegeltableau. Want dit is heel kleurrijk en dit is nieuw. Dit heb ik een thema nog niet eerder in je werk gezien. Hoezo? Nou, eigenlijk begon het we waren in het museum afgelopen herfst. Nou, ongemutsen met Adriaantje ook wel eens over gehad. En ik had altijd zoiets van, ik vind die sits, die spakenbeurste stoffen, ja, dat fascineert me. Er zitten vaak allerlei Indiase patronen in. Eigenlijk helemaal niet. Als je dus zo goed kijkt, passen ze eigenlijk helemaal niet bij het sobere leven eigenlijk. Dus ik vind het zo'n gave tegenhanger. Dus ik wou daar toch wat mee. Dus ik ben eigenlijk een beetje ook aan het experimenteren weer gegaan. Hoe kan ik toch die... En dit was dan een heel oud voorbeeld wat ik van Adriaantje via het museum heb gekregen. Hoe kan ik die kleuren ook zo best mogelijk benadrukken? En ook zorgen dat daar een beetje wel mijn eigen sausje overheen komt. Dat je er wat diepte erin ziet. Ja, dus zodoende heb ik dit ook met was geschilderd. Alleen ik heb de was gekleurd dit keer. Dus nou ja, dat kan je ook op een aantal onderdelen zien. Dat ze hier ook gewoon grijs is. Een aantal plekken is de was blauw gemaakt. Dus dan krijg je het matte. Heeft dan wel een kleur. Nou, en de rest is dan de techniek dat ik het glazuur... En dan verbrandt die was in de oven en dan blijft dus de rest over. Ik vind jouw composities altijd zo spannend. Want je had dit, zit normaal gesproken in het midden van de kraplap. Maar dat doe jij dan weer net even anders. Ja, vind ik ook leuk om daarmee te spelen. Ja, juist één deel uit te lichten. En nou ja, daar ook iets meer de focus op te leggen dan alleen maar de rode doek. Maar ik vind eigenlijk dat dit, nou, zeker in dit ontwerp, vond ik dit gedeelte het spannendste. Tot hoe lang loopt deze expositie? Tot 12 maart is het, loopt de expositie en is het tijdens de reguliere kantoortijden van het gemeentehuis, openingstijden, is het te bezoeken. Nou, we gaan lekker genieten na al dat harde werken. En alles wat hier hangt, nog even de afsluiting, is ook te koop. Alles is te koop, ja. Klopt. Nou, ik zou zeggen, slui slag. Dierenpark Amersfoort is in blijde verwachting. Olifant Indra draagt een jong bij zich, vertelt dierenverzorger Richard van Sluis. Kijkt u mee. Bijzonder nieuws. Olifant Indra die is 80 en als alles goed gaat mogen wij begin maart een jong verwachten in onze olifantenfamilie. Een bevalling is natuurlijk altijd heel erg spannend, maar we hebben eigenlijk alle vertrouwen in dat het goed gaat. Indra is een hele ervaren moeder en Yuna, haar jongste dochter, is al bijna 3 en zij zal er een broertje zusje bij krijgen. Wij zijn heel erg benieuwd naar hoe onze twee jonge olifantjes gaan reageren op de komst van een nieuw kleintje.
Moeder Indra die doet het heel erg goed op dit moment. En we kijken ernaar uit om een nieuw jong olifantje te spelen in Diakar Amersfoort. Kent u mensen die de oorlog bewust meegemaakt hebben? Mensen die hun verhaal nog kunnen en willen vertellen? Wilt u ons de namen van deze mensen doorgeven, zodat wij hen kunnen benaderen met de vraag of ze door ons geïnterviewd willen worden in het kader van 75 jaar bevrijding? U kunt e-mailen naar rtv@omroepspakenburg.nl. Ons museum is erin geslaagd een bijzonder schilderij te verwerven. Een schilderij van de haven van Spakenburg dat gemaakt is in 1914 door de Duitse schilder Hans Hermann. Een schilder die tussen 1910 en 1920 diverse schilderijen in Bunschoten en Spakenburg heeft gemaakt. Het schilderij is precies te dateren door het jaartal 1914 dat erop is geschilderd. Links in de verte is het havenlicht. De bebouwing die daarvoor staat is bij de watersnood van 1916 grotendeels verwoest. Het schilderij werd onlangs aangeboden op een veiling. Er waren meer kapers op de kust, maar gelukkig was Museum Spakenburg de laatste bieder. Zo is het gelukt om het grote schilderij, het meet 70 bij 100 centimeter, voor een alleszins schappelijke prijs aan te kopen. Het was Spakenburg Nu. Met vandaag deze onderwerpen: Diego en Tamara, nieuwe aanwinst Museum Spakenburg. Vindt u het prettig Spakenburg Nu te bekijken op een moment dat u uitkomt? Dat kan op YouTube en op Facebook. Kijkt u liever gewoon op het scherm? Dan kunt u het programma tot vanavond 11 uur nog elk uur bekijken. Donderdag zullen we BU1 Politiek uitzenden, vrijdag Los Sportcafé. En zaterdag mag u weer een nieuwe aflevering van Spakenburg Nu verwachten. Fijne dag nog!